Sinds 2 jaar rijdt er een tuk-tuk door de wijken Neerbos Oost en Hees. Coördinator Nol Hengst legt uit voor wie de gratis vervoersdienst geschikt is. Nou, voor mensen die niet mobiel zijn of minder mobiel zijn. Dus slechtziende mensen met een handicap. En die brengen wij dus overal naartoe, hier in de wijk. Ze kunnen koffie gaan drinken bij mijn vriendin of naar het wijkcentrum of noem maar op. Dat er ritten zijn dat er 's morgens niet gereden hoeft te worden. En dat is jammer, want dan staat zo'n chauffeur ook voor niets hier. Er wordt in de regio vaker gebruik gemaakt van tuk-tuks, maar de vervoersdienst in Nijmegen loopt niet goed. Ze zoeken nog bestuurders en er is niet zoveel animo voor. De man van buurtbewoner Maria Robbers maakt wel veel gebruik van de tuk-tuk. Mijn man gebruikt de tuk-tuk om elke week op donderdagochtend hier naar Sint-Josef te gaan voor de gymnastiek. Dat is één van de keren. Kees Lezeman is chauffeur van de tuk-tuk en helpt mensen zoals de man van Maria verder. Het zijn oudere mensen die ik rijd, zeg maar. Ik help ze in de tuk-tuk, ik help ze naar het huis waar ze wonen, ik help ze naar de winkel of naar de fysio. En ondanks dat Maria zelf de vervoersdienst niet gebruikt, hoopt ze wel dat de tuk-tuk kan blijven. Omdat ik nog zoveel mogelijk fiets, en dat gaat gelukkig nog wel, maar heeft mijn man ook altijd gedaan, gaat niet meer. Er komt een moment dat het allemaal niet meer kan. En dat is heel vervelend.